Wat zijn die journalisten toch ook een ongelofelijke, strontvervelende zeikers. Hè? Hou dat meisje uit de wind. Laat ze vrijen met wie ze wil vrijen. Besteed er geen aandacht aan. Laat dat kind. God, ik was... Je zult toch in die... Nou ja. Het verlossen. Kunt u mij horen? Heb jij de analyse van NRC gelezen over het kabinet Rutte? Ja, die heb ik natuurlijk gelezen. Dat leek me op zichzelf verstandig gepraat. Ja, dat Rutte natuurlijk met een hele reeks van problemen zit... die ook bovendien onderling gerelateerd zijn. En ik dacht dat de strekking van het stukje vooral was... dat de ministers elkaar beter niet voor de voeten moeten lopen. En dat doen ze wel. En dat de behandeling van het stikstofvraagstuk in de Kamer... bepaalt geen glorierijke periode was geweest voor de beide bewindslieden. Vooral de minister van Landbouw, was ernstig tekortgeschoten, begreep ik. Ja, dat was ook wel een lastig klusje, neem ik aan. Het was duidelijk dat de plannen nog niet echt uitgewerkt zijn. Wisten natuurlijk wel toen ze deze klus aannamen. Ze wisten dat dit eraan zat te komen. Ja, dat weet je. Maar zo begrijp je toch wel. Stel voor, jij wordt vanmiddag na afloop van onze podcast voor je gebeld. En dan zegt ze, ja, god, er wordt heel veel geluisterd naar die podcast in Den Haag. En ja, die Van Rossum, dat is een gek, dat weten we allemaal ook wel. Maar jij stelt zulke leuke, verstandige vragen. Voel je niet wat voor een staatssecretariaatje? Zou je dan ja zeggen? Of zou je zeggen, nou, dat gaan we niet doen, want dan wordt Van Rossum boos. Ik heb geen idee. Ik heb geen politieke ambities, maar zij zat natuurlijk, zij was al voorzitter van de VVD. Het zijn allemaal lui die natuurlijk wel politieke ambities hebben. Ze hebben al in de Kamer gezeten, ze zijn wethouder geweest, kortom. Ze zijn al in die wereld opgenomen. En dan is natuurlijk zo'n ministerschap. Dat is niet weg. Nee. Je kunt in bredere zin zeggen, ten aanzien van de hele stikstofkwestie natuurlijk, dat daar geld in grote trekken. Ten eerste weten we dat al jaren. En we hebben alsmaar met pappen en nat houden gedacht en een beetje uitstellen en een boompje planten en allerlei schetsoplossingen die geen oplossingen bleken te zijn, waardoor we aan de huidige crisis zijn gekomen, omdat de Raad van State zei, zo kan het niet. Dit is gewoon pure oplichterij. Maar nogmaals, het probleem bestaat al jaren, al weet ik hoe lang, al in de jaren 70. En dat komt omdat wij een overdreven grote veeteelt hebben in Nederland. Hè? Die natuurlijk noodzakelijkerwijs ook een enorme hoeveelheid ammoniak produceert. Namelijk de stront die beesten produceren. En die moet dan op het land gebracht worden. En ook daar zie je dat de grenzen alsmaar opgerekt worden. Het is eigenlijk Schiphol, maar dan met koeien. He, zo kun je het eigenlijk het beste zeggen. Nou ja, tot ons alle stomme verwondering is er de afgelopen, wat is het, 2-3 dagen geleden, is een wonder geschied. Schiphol moet krimpen. Nou, dat had ik. Ik had gedacht dat ze gewoon lekker door zouden groeien tot de miljoen vliegbewegingen. Ja, dat kon altijd. Eerst was 300.000 de grens en toen was 400.000 de grens en toen was 500.000 de grens. En ik zou zeggen door naar de miljoen. Laten we nog 3 reusachtige vliegvelden aanleggen, why not? We hebben er trouwens 1, maar ja, die kunnen we niet gebruiken door omstandigheden. Nee, ik vond het een heel verblijdende mededeling. Ook daar geldt, we hebben gestuurd op groei. En nu zitten we met de problemen van het eindresultaat van de groei en die kunnen we niet oplossen. Door alle andere problemen die er deels maar deels aan gerelateerd zijn, met name een arbeidsmarkt die zo overspannen is dat je in feite niemand in de zorgende sector kan krijgen. Of in dit geval geloof ik ook de veiligheidssector. Omdat die mensen allemaal al jarenlang structureel kloten betaald worden. Dus ja, ik kijk wel uit dat je op Schiphol een veiligheidsfiguur wordt. Dat zou ik ook niet graag worden, toch? Ja, maar denk je dat daar een relatie tussen zit? Dus dat ze die aantal vluchten gaan terugschroeven en dat... Nee, want dat heeft natuurlijk ook... Kijk, dat was misschien ook wel een beetje een punt dat het kabinet die hele stikstofkwestie wat ongelukkig gepresenteerd heeft door de indruk te wekken dat het alleen om de boeren ging. Maar dat stikstofprobleem is in brede zin een probleem in Nederland. Misschien moet ik ook nog eens uitleggen. Ja, hoe vaak moet je eigenlijk dingen uitleggen? Waar begint het abject en idioot te worden om het weer uit te leggen? Jij zegt altijd dat educatie dat neerkomt op de kracht van herhaling. Ja, dat is wel waar. Dus laten we het dan nog maar een keer vertellen. Dames en heren, ik weet niet of u het zelf wel ooit was opgevallen, maar wij wonen in een heel klein land.
waarvan het oostelijke deel eigenlijk, ik wil niet zeggen leeg is, maar bepaald niet vol. Als u bijvoorbeeld de eenzaamheid zoekt, kan ik Bellingwolde of ergens Oost-Drenthe van harte aanbevelen. U zult al na 3 weken denken, ik wou dat ik eens iemand zag. Is er niet ergens een terrasje waar ik op kan zitten met mijn kavaatje? Nee, we zitten met het probleem dat een groot deel van onze omvangrijke bevolking, dat die in het westen woont, op een relatief klein terrein. Dus heb je daar alle problemen die enorme bevolkingsdichtheid veroorzaken. Bovendien, u zult zeggen, ja, maar elders, weet ik het, Bangladesh, heb je dat ook en hebben die problemen in. Nee, wij zijn het uniek geval in de zin dat we een zeer omvangrijke bevolkingsdichtheid en tegelijkertijd enorm welvarend zijn, tot de welvarendste landen ter wereld behoren. Met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd hebben wij iets heel eigenaardigs, namelijk de drukste luchthaven van Europa, in een land wat extern, wat laten we zeggen, een beetje aan de rand van het huidige Europa ligt. En in feite, normaal, kijk daar vergelijkbare Duitse steden, die hebben veel kleinere vliegvelden, die veel minder druk zijn. Want we hebben van Schiphol ook een enorme overstaplocatie gemaakt. Dat levert je geen kloot op. He, misschien dat je nog zo'n Rolexje kunt verkopen of zo. Maar dat is volkomen oninteressant. Ja, dat is de vraag of dat zo is. Hè? Want die vliegtuigmaatschappijen moeten wel betalen natuurlijk aan Schiphol om daar te mogen staan. Ja, maar ik weet niet of dat nou zo verschrikkelijk veel geld oplevert. Je zou toch ten aanzien van de overstap en misschien ook allerlei pretvluchten zou je wel eens kunnen kijken hoe nuttig dat eigenlijk allemaal is. Gezien de neveneffecten ervan. Ja, want je kunt zelf, Schiphol heb ik begrepen, heeft ook een belangrijke vrachtfunctie. Als er lekker aan verdiend wordt, dan ben ik er niet tegen dat dat zo blijft. Maar die enorme drukte daar, nogmaals, we wouden het zelf graag. Schiphol was een prestigeobject. De trots van Nederland werd het vaak. Ja, dat heeft zich tegen ons gekeerd. En hetzelfde is dat wij natuurlijk niet sinds gisteren, maar natuurlijk al heel lang een buitenproportionele landbouw hebben. Niet waar, grootschalige, ingewikkelde landbouw. Gefinancierd door de bekende financiers, de banken, diezelfde lui die nu weer een rol spelen, ook natuurlijk bij de financiering van het boerenprotest, wat vanuit hun perspectief best begrijpelijk is. Maar dat had veel eerder aangepakt moeten worden, maar ook daar hebben we gestuurd op hoe groter, hoe beter. Het was een trots van de natie dat wij, het is vaker gezegd, de tweede voedselexporterende natie ter wereld zijn. Wat op zichzelf natuurlijk hoogst eigenaardig is. Hè. Daarom is ook dat argument van die boeren, wij voeden jullie, dat is toen al wel knettergek. Want niet alleen voeden ze ons, maar ook een groot deel van de Bondsrepubliek. En nou ja, of dat nou zo urgent is, dat is maar de vraag natuurlijk. Dus ja, we zitten eigenlijk met dat probleem dat we een hele grote bevolking hebben op een relatief heel beperkt grondgebied, waarbij we bovendien een van de drukste luchthavens ter wereld hebben, waar we bovendien, als je het vergelijkt, natuurlijk een waanzinnige omvang van landbouw hebben en ja, het ook nog heel erg welvarend zijn. Hè. Dus ja, je gaat met je autootje de weg op en hoe fantastisch de A2 er ook bij ligt vergeleken met dat type van wegen in andere landen, je zit toch wel even in de file. Hè? Vooral vanwege die tunnel die nergens goed voor is. Ja, en rond Schiphol denk ik wel dat we de hand van D66 zien in het terugschroeven van die vluchten. Nou, ik hoop het. Ik vind het heel verstandig, eerlijk gezegd. Omdat het in het verleden altijd hetzelfde liedje was. Het er geprotesteerd tegen Schiphol. En dan beslissen de regering altijd dat er weer 50.000 vliegbewegingen bij konden. Dat je denkt, zo. Nou ja, zo zijn we aan die 500.000 vliegbewegingen gekomen. Ja, ja. Dus ja, misschien, je moet je realiseren dat we hebben alle voordelen van een hele hoge welvaart. Maar ook worden we nu geconfronteerd met de onvermijdelijke structurele nadelen daarvan. Ja, tenorzo. En we kunnen het best een stuk beter organiseren dan we het nu gedaan hebben. Nogmaals, die stikstof waarvan nu ineens iedereen doet, hoe is het mogelijk? Nooit een probleem geweest, jawel. Het is al decennia een probleem. Alleen het is altijd met pappen en nat houden. Hè, hebben we die zaak uit de wind gehouden. Ja. Waarom en nu wordt de rekening gepresenteerd. Waarom gaat het kabinet nu over tot actie?
Nou, omdat het probleem wordt niet opgelost. En die Raad van State heeft gezegd, luister eens even, je moet met een serieuze oplossing komen. Ja, want de grond is heel ongezond, hè? De natuur is heel slecht. Ja. Dus ja, nu moet er een oplossing komen. Die is misschien niet erg handig gepresenteerd, dat zou kunnen. En bovendien laten we ons willoos intimideren natuurlijk door het boerenprotest. Dat viel deze week wel mee, toch? Het andere etalagestuk van de afgelopen week natuurlijk. Ja, maar het viel wel mee, toch, nu? Nou, omdat het in Stroe was. Hè, sowieso een plek waar je niet dood aangetroffen wil worden, neem ik aan. Ik weet niet precies, dat zijn ze op de Veluwe, toch? Nou ja, daar werd wel van gezegd, ja, in de buurt van Barneveld. Dus, dat was bij een boer ook thuis, die had zijn grond ter beschikking gesteld. Van, dat gaf een andere sfeer, want als ze naar Den Haag gaan zijn... Fijn, dan... Ja, dat is terecht dan nog. Ik begreep dat ze massaal in overtreding zijn geweest. Ja. Dat ze op de vierbaanswegen tegen de rijrichting in hadden gereden. Dat er ongelukken zijn gebeurd met vervelende gevolgen, kortom. In feite beschikken plotseling de boeren, omdat er van handhaving zoals gewoonlijk niet geen sprake was. Ze hadden de plaatjes afgeplakt, zodat je ook niet zo makkelijk kon vinden wie het gedaan hadden. Allemaal lijkt mij een crimineel werk. Hè? Dat moet jij eens proberen, hè? Om je plaatje, je nummerplaat af te plakken. En dan word je aangehouden en dan zeggen ze van meneer, u bent in strijd met de wet, u heeft uw kentekenplaat afgeplakt. Ja, ik sta volledig achter de boeren. Ik rij hier puur uit protest tegen de stikstofmaatregelen. Flikker op met die politieauto, wat is dat voor slap gelul. Als de boeren zonder plaat rijden, rijden wij ook zonder plaat. Nou, je kan je zo voorspellen hoe dit af gaat lopen, hè. Dan krijg je een boete van hier tot Gunder. Ja, het is wel een beetje meten met twee maten allemaal. En uit angst. En dan hebben ze nog die halve gare Farmers Defence Force. Die retorisch gesproken. Niet waar heb je het gevoel dat ze al jaren cocaïne snuiven. Het is natuurlijk wel een beetje een rare vertoning. Dat Segers zei. Ja, het begon wel een beetje op een burgeroorlog. Niet waar, met zo'n piepklein deel van onze bevolking, omdat ze toevallig zijn uitgerust met al die enorme trekkers die ze op krediet gekocht hebben. Ik zou zeggen, laat de overheid hier eens wat kordater optreden. We hebben het er al over gehad, het kan er niet eindeloos blijven herhalen. Maar ze hebben een situatie laten ontstaan dat de boeren ons moeiteloos, als het ze een keertje niet bevalt, kunnen intimideren. En bovendien op grote schaal in feite de doorloop van verkeer en andere zaken in Nederland kunnen hinderen. Ja. Zelfs hebben ons ook bedreigd met het stoppen van de voedselproductie. Ik zou zeggen, Farmers Defence, doe het vooral. Maak u vooral zo impopulair mogelijk. Ik begreep ook dat de minister weer met de dood bedreigd was. Kortom, het zijn weer de bekende toneeltjes van intimidatie, bedreiging met de dood, het doen van dingen die gewoon verboden zijn voor normale mensen, maar die ook verboden zijn voor boeren. Sorry. Er was een vrachtwagen inderdaad en daar stond Pim Fortuyn op met zijn sterfdag. Ja, ik heb het plaatje gezien. Ja. En inderdaad de minister en daar stonden puntjes en dergelijke. Ja. Wat een misselijk gedoe. Ze heeft terecht een klacht ingediend. Er zal ook alweer niks mee gebeuren, denk ik. Je hebt de indruk dat ook daar het kabinet aan een beetje lullig beschroomd in de hoek staat. Zijn jongens, laten we nou een tijdje de andere kant op kijken. Misschien gaat het gewoon vanzelf over. Ja. Misschien kunnen we ook de AA-auto's ook allemaal afplakken, alle nummerborden afplakken. Is dat niet een idee? Dat we uit solidariteit alle Nederlandse nummerborden afplakken. Ik ben graag bereid om het te doen. Maar de politie kwam ook aan het woord en die zeiden van, we kunnen niet handhaven. We zijn er niet tegen opgewassen. Nee, precies. We kunnen niet handhaven. Dus ik zou zeggen, verander de situatie en zorg dat ze wel kunnen handhaven. Maar wat moet je dan doen? Geen idee. Vraag het aan het leger desnoods. Ja, het is verstoring van de openbare orde. Het is overtreding van de wet. Zij weten nu hoe dat... Ja, dat ongelukkigerwijs zit... is die boerenbevolking in het bezit van al die trekkers. Ja. Wat natuurlijk toch enorme monsters zijn, zoals we alle weten. Maar dan gaat het natuurlijk escaleren als je daar met tanks gaat staan. Nee, ik heb ook al voorgesteld om een huurfirma voor trekkers op te starten. Waarbij iedereen die iets wil ergens protesteren, trekkers de weg op. Hè? Ook groene protesten, trekkers de weg op. Kom op. Desnoods met elektrische trekkers met elektrische aandrijving. Trekkers de weg op. Hè? Als je eens even ontevreden bent, eindexamen niet goed gemaakt, rare opgave,
trekkers de weg op. Kom op. En leraren die dus meer salaris willen met Lerarentrekkers de weg op. Yes. Kun je daar met een normaal... Lekker met afgeplakte nummerborden de weg op. Kun je daar met een normaal autorijbewijs op rijden, op zo'n trekker? Je mag vanaf je 16e mag je op een trekker rijden. Volgens mij zonder speciaal rijbewijs. Oh, is dat zo? Ja, volgens mij wel. Oh, oké. En er was inderdaad ook een ongeval gebeurd tussen een trekker en de vrachtwagen inderdaad. En er waren die mensen, volgens mij zaten 3 mensen op die trekker en die waren volgens mij wel, die moesten naar het ziekenhuis toe. Ja, ik neem aan dat als je op de grote weg rijdt, die krijgt een botsing met een vrachtauto, dat is wel je eigen snelweg. Schuld. Snelweg. Op de snelweg, dat ja. Ook nog, kijk eens aan. Ja, ja. En hoe vind je dan die discussie rondom, want er wordt dan over dat kaartje, dat stikstof kaartje, wordt heel ingewikkeld gedaan en iedereen haalt er andere dingen bij, dat eigenlijk niemand op een gegeven moment meer weet hoe het nou, zit. Nou, dat was op zichzelf niet gelukkig. Dat had allemaal wat nader gespecificeerd moeten worden. Het was nu heel vaag. En zodra je natuurlijk met vaagheid komt, wek je onrust. Want hoe wordt dat uitgewerkt? Hoe gaat het dan gebeuren? Ze hebben ook het ongelukkige besluit genomen dat die provincies het moeten gaan uitvoeren. Dat is natuurlijk een patroon geweest wat de verschillende kabinetten Rutte al jaren karakteriseert. Je kaart een probleem aan, je moet het oplossen. Dat gaan wij niet zelf doen, sorry. Gaan wij niet zelf doen, dat doen we niet, nee. Wij gaan dat aan de provincies of aan de lokale autoriteiten overlaten. Dat hebben we natuurlijk met de WMO gezien. Dat hebben we met tal van zaken gezien. Dat hadden ze niet moeten doen. Dat had gewoon uitgevoerd moeten worden. We zijn een piepklein land. Om dat dan ook nog allemaal op te gaan splitsen in nog kleiner. Kijk naar locaties waar het lokaal gezag kan het soms wel, maar vaak niet. Kortom, het is allemaal wel een beetje klunzig. En ook wel een soort handig weglopen voor verantwoordelijkheden. He, je signaleert het, je zegt het moet, maar sorry, iemand anders gaat het doen. He, ja, dus je begrijpt al die, dat was ook het probleem met dat VVD-congres, al die lokale autoriteiten, die zien de bui wel hangen. Protesten, narigheid, ruzie, polarisatie, gaan zo maar door. De minister gaat wel praten in de provincies, hè? Ze gaat daar naartoe. Ja, ze gaat praten. Ik weet niet of dat, ik zou zeggen, voer het uit. Laat een overheidsinstantie het uitvoeren. Ja, maar er is heel veel desinformatie. Hè? Er zitten stikstofdeskundigen en daar wordt wat zij zeggen in twijfel getrokken. Maar de desinformatie, dat is een strategie. Dat is hetzelfde als wat bijvoorbeeld de rooklobby. Die zei altijd van ja, dat zat misschien veroorzaakt ook het roken wel negatieve medische resultaten. Maar we weten het eigenlijk niet zeker. Het is namelijk heel lastig om het te relateren, zeker in, hè, want iedereen kent wel een oom die zijn hele leven als een gek gerookt heeft en 102 geworden is. En zie je wel, hè, oom Jan is toch het beste bewijs voor het feit dat roken, dat is toch sterk aan een sigaretje, dat kan geen kwaad, dat is gezond, dat is goed voor je hersenen, zoiets dergelijks. Ja, en dat is ook hier de hele strategie, is dus dat je, zonder dat je enige alternatief hebt, zonder dat je een beter en overtuigender rekenmodel hebt, zeg je, ja, die rekenmodellen, die zijn toch, het staat wel als een paal boven water. He, ook die BBB-mevrouw is daar heel handig in, dus die komt niet met complottheorieën, zoals sommigen natuurlijk wel altijd wel doen. Die zegt, nee, ik twijfel. Wat vinden mensen mooier dan twijfelen, hè? Heerlijk, je weet het niet zeker en meestal betekent twijfelen. Ja, god, het is niet in de haak, maar ik twijfel erover. Hè? Ja, afplakken van nummerborden, het is niet in de haak, maar ja, ik kan, ik twijfel erover. Hè? Dat is een strategie. Dat heeft bijvoorbeeld in die nicotinelobby heeft dat geweldig gewerkt. Ja. Heeft jaren geduurd voordat we er daadwerkelijk van overtuigd zijn geraakt. Dat het in ieder geval op statistische gronden levensgevaarlijk is om je hele leven te roken. Hmm. Ja. Maar er zijn ook wel boeren die zijn innovatief bezig en die zeggen, kijk eens wat we allemaal doen. Wij hoeven helemaal niet meer, we zijn er al. We hebben maar dat zijn niet de boeren die met de trekkers in stroe geweest zijn, begreep ik uit de krant. Okay. Er zijn allerlei boeren die nieuwe technieken toepassen en naar een ander soort van landbouw willen, zeker. Maar dat is wel een hele, hele kleine minderheid. Ja, en je kunt natuurlijk je kunt die innovatieve boeren hebben, maar dan nog zullen in sommige gebieden zullen gewoon echt boeren uitgekocht moeten worden. Want anders kom je niet aan die cijfers die ze willen halen. Zeker, dat zal ook tenslotte wel moeten gebeuren. Ja. Daar moeten we ook niet al te veel over piepen.
In een veranderende economie, om wat voor reden dan die economie ook verandert, zullen mensen hun traditionele beroepen verliezen en ook getraind moeten worden voor een ander beroep. Begin maar een parkeerboerderij, wou ik zeggen, een kampeerboerderij. Waarom niet? Dat is ook hartstikke leuk, toch? Doe je ook iets nuttigs. Ja. Hou je één koe, dat is ruim voldoende om te demonstreren hoe een koe werkt. Eén koe. Dus dat kan. Nogmaals, er verdwijnen voortdurend beroepsgroepen. Aan de lopende band verdwijnen de beroepsgroepen. Telefonistes. Wat is daarvan overgebleven? Niets. Ja. Nou, we hebben het eerder gehad over de scheepsbouw. Die is ook helemaal weg. Scheepsbouw. Duizenden en vaak hooggeschoolde arbeiders verdwenen. Allemaal verdwenen. Hmm. Ja, daar is natuurlijk ook overigens wel gedemonstreerd en zo. Maar die rare, dat het idee dat de boeren een volkomen unieke positie innemen, dat is onzinnig. Ook een boerenbedrijf is een bedrijf. Ja. En dat bedrijf heeft zich in de afgelopen decennia zo ontwikkeld dat de uitstoot van dat bedrijf, niet waar, dat die zeer schadelijk is voor de omgeving en voor de samenleving waarin dat bedrijf zich afspeelt. Ja, TNO had zo'n overzicht inderdaad. Het was zo'n grafiekje en dat was inderdaad landbouw het grootste gedeelte. Ook vergelijkenderwijs in Europa zijn wij echt een super uitstoter. Ja, ja. Dan nog onder het kopje desinformatie wordt ook gezegd van ja, Den Haag heeft ruimte nodig. Dat zeggen die boeren hoor je ze ook soms zeggen. En ja, moeten wij schijnt dat was wel geestig ook. Dat de ruimte, de boeren moeten uitgekocht worden om daar dan huizen te bouwen voor immigranten, voor asielzoekers. Dat is ook wel. Nou ja, dat klinkt natuurlijk lekker en niemand weet hoe de cijfers zijn. Maar ik begreep dat als we, was het ook weer 1 miljoen huizen bouwen, dat is 1% van het areaal van waar het in feite agrarisch over gaat. Dus dat is ook volstrekt een kletskoek. Ja. In dat stukje van NRC stond ook nog van dat ze bij Rutte weten van dit is niet het laatste waar Nederland boos over wordt. De woede neemt alleen maar toe, stond er volgens mij in. Ja, alsof dat iets helpt. Die woede is natuurlijk ook een heel fijn gevoel. Hè? Ik ken zelf niet waar de grote genoegens van het woedend zijn over van alles en nog wat. Maar politiek heb je er verder geen zak aan. Ook degenen die woedend zijn, je kunt de hele tijd woedend zijn. En dat je op de bank zit te roepen, weg met die klootzakken, hang ze allemaal op. Maar ja, het land moet geregeerd worden. We zijn in Nederland een vrij redelijk functionerende parlementaire democratie. Misschien moet ik er nog even op. Ja, het zijn allemaal dingen waar je denkt, dat kunnen de mensen toch zelf ook wel bedenken. Deze stikstofaanpak staat in het regeerakkoord. Het regeerakkoord wordt gedragen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Weliswaar niet van de Eerste Kamer, maar goed, dan moeten ze naar meerderheid zoeken. En dus door de bevolking? Ja, maar en ook wel van de bevolking. Die ziet daar de redelijkheid bij, maar weet ook wel van in dat de parooie daar aangepakt moet worden. Ja, je hebt natuurlijk de bekende fractie tegenwoordig van volstrekte halve garen. Het is helemaal geen probleem. Ik gooi zelf enorm veel stikstof in de tuin om de dahlia's te laten groeien. Nou, dat soort van werk. Ja, die heb je. Ja. Die stonden ook allemaal op dat podium bij de boeren. Het was een hele interessante exposé eigenlijk. Daar stonden ze allemaal weer. Alle gekken bij elkaar. Je hebt nooit wat aan ze. Het beleid wat ze voorstellen is onzinnig. Je hebt er niets aan. Ik zou ook tegen de boeren zeggen, joh, ga nou wat minder met die trekkers rijden. Haal die plakkers van die borden af. Want ik vind dat eigenlijk wangedrag op hoog niveau. Nogmaals, ben ik steeds te geneigd om te denken, laat ik ook eens wat afplakken om te kijken wat mijn ervaringen zijn als ik mijn nummerbord afplak. Ja. Ga nou eens praten. Ga onderhandelen. Kijk nou of je een compromis kunt vinden. Dat zal uiteindelijk gevonden moeten worden. Een compromis, een politieke oplossing in een democratie. Een fatsoenlijke politieke oplossing. Woede en burgeroorlogen, daar hebben we echt niks aan. Nee, dat is eigenlijk wat de koning ook zei. Als het van een burgeroorlog komt, lieve boeren, dan gaan jullie verliezen. Dat kan ik jullie in ieder geval garanderen. Maar ze hebben wel trekkers. Ze hebben wel trekkers, maar zelfs de banden van trekkers kunnen lek gestoken worden. De koning heeft ze wel ook gesteund, hè? Of in ieder geval hard onder de riem gesteund. Nou, die zei dat ze zekerheid moesten krijgen. Ook als ze dus uitgekocht werden, moesten ze wel. Ik, bij mijn weten is altijd gezegd dat er forse prijzen betaald zouden moeten worden. Die uitkoperij was, wat was het niet, iets van 16 miljard of zo. Dan was het probleem eigenlijk opgelost. Nou, we zullen zien hoe dat afloopt. Ja, ik ben altijd bang dat het, hoe moet je dat zeggen, het gezoende volksempfinden, dan denkt, ah, wat zielig die boeren.
Dat is toch lullig. Hoe moet dat nou zo? Nou ja, het is niet handig gespeeld van het kabinet, dat wil ik toegeven. Maar ja, dames en heren, het moet zo. Er zijn alle hele vervelende dingen die moeten. Ja, het is lullig, maar waar. Ja. Maar vond je nou dat de koning, dat die, want dat was de analyse... Nou, dat heel, ik was verbaasd, ja. Dat heel uitgesproken ja, was? Ja, ik was daar verbaasd over. Dat hij de dames en heren journalisten corrigeerde met dat gelul over die liefdes van de prinses, vond ik volkomen correct. Wat zijn die journalisten toch ook een ongelooflijke, strontvervelende zeikers. Hou dat meisje uit de wind, laat ze vrijen met wie ze wil vrijen, besteed er geen aandacht aan, laat dat kind. God, ik was... Je zult toch in die... Nou ja. Maar je weet toch hoe het werkt inmiddels? Door al je ervaring die je zelf ook hebt. Ik weet hoe het werkt, maar goed, ik ben in ieder geval blij dat ik niet in de journalistiek het koninklijk huis hoef te volgen. Jezus, wat een vernederende situatie. Je naar een 18-jarig meisje moet gaan staan preiteren met haar vriendschap of liefde. Ze had wel een goed antwoord, hè? Ja, nou ja, zij had ook redelijk geantwoord. En toen zei ons staatshoofd, zei van hou er eens mee op, begreep ik. Terecht, zei ik neuzen. Ja, hij zei van als het ooit zover is, dan krijgt u het niet als eerste te horen. Maar uiteindelijk krijgt u het wel te horen. Zoiets zei hij. Ja, mijn best. Ja. Maar dat over die boeren die uitspraak van hem, dat kan het. Denk je dat dat besproken is met Rutte? Dat Rutte heeft gezegd, hey, als nee, jij dat is niet besproken met Rutte. Maar die gaat er ook niet over lopen zeiken, maar ik vond het niet verstandig, laat ik het zo zeggen. Maar waarom zegt hij het dan? Omdat hij denkt. Omdat hij waarschijnlijk ook de stikstofkwestie niet uit dat daarna in detail bestudeerd heeft. Het water was toch zijn specialiteit. Ja. Ik denk dat hij steeds met zijn neus in de waterboeken zit. Ja, dus die stikstof weet hij veel. Ja. Dat is ook het nut van kranten, dat ze dan goede stukken schrijven over die stikstof en hoe het zit. Ja. Ja. Maar omdat de meeste mensen natuurlijk geen kranten lezen, maar alleen naar die suffe tv kijken, weten ze totaal niet hoe het zit. Ja. Dus ja, daar denk je al gauw, god, die BBME mevrouw, vlot van de tongwing geschreven. Leuke vrouw, hè? Ja, maar daar heb je niks aan. Ja, zij was volgens mij ook daar naartoe gegaan naar Stroe, hè? Begreep ik. Ja, nou wat ik nog ook begreep was dat de partijen van vertegenwoordigers van coalitiepartijen, die waren A, niet welkom en B, die NTSV had geadviseerd, u kunt beter niet gaan, want uw veiligheid loopt daar gevaar. Dat is toch de absolute limit, dat je als Kamerlid niet naar een optocht kunt kijken van demonstrerende lieden waar je veiligheid bedreigd wordt. Het is echt te gek voor woorden. Ja. En als dat zo is, dan dienen die boeren zich diep, diep te schamen. Ik weet niet of het waar is, maar ze dienen zich diep te schamen dat je de veiligheid van je Kamerleden niet kunt garanderen. Ja. Nou, Thomas van Groningen, die ook vaak bij Opeen zit, die was er ook naartoe gegaan. Die zei, ik had beveiliging nodig. Ik had iemand. Dat is toch absurd? Ja. Is dat niet absurd? Dat is een hele aardige jongen. Ja, maar goed, heel bij de journalisten. Als je hem ziet, dan weet je zeker dat hij geen kwaad doet. Nee, maar goed, die boer denkt natuurlijk journalist en die voedt natuurlijk misschien wel... Ja, ik vind dat abject. Ja. Dan deug je dus niet. Dat is een heel probleem van een deel van die boerenfractie. Ja. Die deugt voor geen meter, die is volledig doorgeslagen. Ja. Nog één ding uit de krant, hè, omdat je zegt, hè, lees vaker de krant. NRC schrijft dus ook, ja, die eenheid van Rutte met al die verschillende partijen. Door al die problemen die eraan komen, blijft die wel overeind? Dat was ook de vraag die ze zichzelf stelden. Dat is natuurlijk een vraag. Het kabinet zit er net om nou meteen alweer te gaan speculeren. Het gaat weer verdwijnen bovendien. Noem mij het alternatief. Hè. Er is geen alternatief, het is heel simpel. De linker en rechterzijde hebben zich in toenemende mate partijen georganiseerd. En die zitten ook deels in de Kamer die verder geen nuttige oplossingen bijdragen. Behalve dus dat ze meesters zijn van het verwoorden van allerlei verontwaardigingen die nergens op slaat. Ja, dat... Dus nogmaals, het kabinet valt en wat dan? Dat zal iedereen zich toch wel een beetje realiseren. Ja, Rutte, ik weet dat ik er groot voorstander van ben dat als het kabinet zou vallen en Rutte zou verdwijnen en er zou met name beleidstechnisch een andere wind gaan waaien, dat steekt diep naar mijn idee. We zijn echt wel klaar met die VVD-wind, zou ik zeggen. Dan kan ik er nog vrede mee hebben. Maar voorlopig zou ik zeggen, laat dit kabinet nou eens proberen om de problemen, om een begin van een oplossing te zoeken. Ja, sowieso is Rutte altijd wel goed om de boel bij elkaar te houden. Laat de boeren wat minder radicale praatjes vertonen.
Trek die stickers weer van die nummerborden af, heren. Ja. Want dat deugt niet. Dat is toch absurd? Is dat niet absurd? Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.